Ik ben Rosa, ik ben 21 jaar. Ik kom uit Almere, maar ik woon sinds kort in Hilversum. Waar ik van hou is creatief bezig zijn. Dat is nummer 1, denk ik. Daarom zit ik ook hier. Dat was allemaal een beetje last minute. Ik wist niet wat ik wilde doen. Ik wilde eerst misschien muziek studeren. Maar ik kwam er gewoon niet helemaal uit. Want toen dacht ik, is dat realistisch? Is dat wat ik echt wil? En toen ben ik heel last minute, heb ik me ingeschreven voor fashion design. Je leert veel praktijk achter de naaimachine. Maar je leert ook hoe je dingen doorcommuniceert. Want commerciële fashion design is meer designen en communiceren dan dat het echt maken is. Dat doe je eigenlijk niet. Af en toe was het wel een beetje lastig, omdat ik niet het gevoel had dat er veel verschillende manieren van leren werden aangenomen. Dus het was eigenlijk, je doet het op die manier of je doet het niet. Dat zeg ik wel heel sterk nu, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Maar zo kwam het voor mij af en toe wel over. Dat ik af en toe op zoek was naar wat meer diepgang en af en toe was dat heel oppervlakkig. En dat vond ik wel lastig af en toe. Ik heb het uiteindelijk wel als een hele fijne plek ervaren. En er was wel altijd ruimte voor feedback. Dus dat was wel heel fijn. Het fijnste aan mijn tijd op het MBO-college vond ik de inbreng die de studenten hadden. Ik heb zelf in de studentenraad gezeten. Daar veel mee gedaan. Maar ook op de opleiding zelf werd er wel vaak gevraagd naar je mening. Wat vind je hiervan? En er was wel ruimte voor verbetering, ook vanuit de docenten. Wat ik zou veranderen, dat is een goede vraag. Het stigma waar ik af en toe tegenaan liep is, maar het zijn maar mbo-studenten. Want er zijn studenten die gewoon goede inzet tonen en die worden gewoon niet gewaardeerd op deze manier. En ook de mensen die minder goede inzet tonen, die hebben daar waarschijnlijk ook wel een reden voor. Of als je zo over die mensen praat, dan kan je ook wel verwachten dat daar zo'n reactie uitkomt. Dus dat zou ik wel willen veranderen. Wat ik zou willen zeggen tegen toekomstige studenten is, laat jezelf niet te veel pushen. Er zit een grens in de modewereld. Worden vaak ook wel grenzen overschreden in de zin van, je hoeft je echt niet dood te werken. Maar het is wel belangrijk om gestructureerd te zijn. Je moet ook wel creatief kunnen zijn. Maar ook gewoon tegen jezelf kunnen zeggen, dit ga ik gewoon doen. En alsnog wel een beetje blijven pushen. Maar pushen zelf niet te hard is niet nodig.